Hoi, ik heb leuke zaadpakketjes ontworpen voor mijn Dianthus duizendschoon. Mijn Dianthus duizendschoon heeft heel erg mooi gebloeid dit jaar in mijn tuin. Ik ga je in deze aflevering laten zien hoe mooi deze plant eruit ziet en er dus bij mij uit heeft gezien. Hoe het eruit ziet nadat het uitgebloeid is en hoe je dan dus kan zien dat je de zaden uit de planten kan halen en dus de zaden kan oogsten. Heb je zelf ook Dianthus duizendschoon in je tuin en wil je zelf ook de zaden oogsten of ken je iemand die Dianthus duizendschoon in de tuin heeft en willen jullie dus samen de zaden gaan oogsten, zodat jullie dus volgend jaar ook weer nieuwe Dianthus planten zouden kunnen zaaien, dan hoop ik je dus met deze aflevering genoeg informatie te geven. Ik ben de afgelopen dagen dus druk bezig met het oogsten van de zaden en ik wil ze dus gaan bewaren in deze pakketten. Nou, wanneer kan je gaan oogsten? Als je dus je plantjes in de gaten houdt en je ziet dus dat, in elk geval nadat ze uitgebloeid zijn. Hier zijn dus de bloemen, die zijn dus al allemaal uitgebloeid. Die zijn dan, de blaadjes zijn weggevallen en die zijn al aardig gedroogd. En wanneer je dus hier gaten in ziet en je dus de zwarte zaden daarin ziet, nou, dan kan je ze dus al oogsten. Hoe oogst je ze dan? Nou, ik oogst ze dus door gewoon het hele stuk af te knippen. En dan ga ik wel altijd eerst even kijken van, nou, zie ik dus in het stuk 1 of 2 die dus al open zijn. Nou, dan knip ik dus het hele stuk. En dan kun je dus eigenlijk simpelweg beginnen met de zaaddozen die dus al zwart zijn. Want die kan je dus makkelijk openmaken. Die zijn al deels open. En daar haal je dan dus de zwarte zaden uit. En als ze dus zwart zijn, dan weet je dus ook zo dat ze goed zijn. Nou, kijk. Deze zijn dus al helemaal klaar om mooi bewaard te worden. Zo, eventjes hier. Dan ga ik altijd nog verder en kijken van, nou, welke zijn dus nog meer goed. Dan pak ik dus, dan pluk ik dus weer een zaaddoos. Nou, hier zit nog een klein stukje bloem aan vast. Dat haal ik er dan af. En dan met mijn nagels trek ik hem open en ga ik kijken welke kleur de zaden hebben. Er zitten soms een paar zwarte in. Nee, deze allemaal niet. Dus ik heb er een afvalbakje bij. Die gaat dus in mijn afvalbakje. Die hoef ik niet. Ik ga dus echt voor de bruine zaden en voor de zwarte zaden. Dus dit is dan gewoon even een werkje. Dan ga ik gewoon eigenlijk de volgende weer langs een zaaddoos plukken. En dan weer openmaken. En dan kijken. Kijk, ja. Kijk, hier zie ik dus weer een aantal zwarte zaden zitten ertussen. En er zitten wat lichtbruine zaden tussen. Nou, ik haal de zaden eruit. En de zwarte zaden en de donkerbruine zaden, die haal ik eruit en die kan ik dus al bewaren in mijn zaadpakket. Op zich kan je dus de zaaddozen die zo open zijn ook gewoon op de kop houden en dan vallen ze er ook uit. Alleen dan krijg je ze dus lang niet allemaal. En ik vind het toch altijd wel fijn om zoveel mogelijk goede zaden te hebben. Dus dan pluk ik ze toch eventjes open en laat ik dus de zwarte zaden er zo uitvallen. En dan verzamel ik alle zwarte zaden en die gaan dus dan in mijn zelf ontworpen zaadpakketjes. Meestal verzamel ik ze eerst even in bakjes voordat ik dus de zaadpakketjes af heb en ze dan in de pakketjes plaats. Hierbij heb ik alleen één grote fout gemaakt. Nadat ik dus alle zaden in de bakjes had verzameld, heb ik de bakjes zo op elkaar gestapeld en ik had ze even zo te bewaren geplaatst. En dat had ik eigenlijk een paar dagen zo laten staan. Nou, dat was dus een enorme fout, want toen ik dus ging kijken was het bovenste bakje natuurlijk goed, hè, want daar kon de lucht goed bij komen. Maar in het onderste bakje, daar kwam er dus niet echt goed lucht bij. En er was dus wat vocht zat er dan nog in, want ik had toen eigenlijk niet echt op een droge dag de zaden verzameld, maar het had echt een hele week geregend. En alle zaden waren dus, of tenminste heel veel van de zaden waren uitgekomen. Je ziet dan dus de steeltjes eraan vastzitten, waarbij dus er al iets uitkwam. Kijk, hier kun je dus nog een dood steeltje nog zien. Daarbij was dus een kiem, was gaan kiemen. Ja, en die zaden zijn er dus eigenlijk niet meer goed bruikbaar, want de zaden zijn al uitgekomen. Dus kan ik weer opnieuw beginnen, opnieuw zaad verzamelen en weer opnieuw. En ditmaal goed bewaren in de zaadpakketjes. En dan zorgen dat er nog lucht gewoon bij kan komen. Dan hou ik ze de pakketjes dus nog even gewoon zo netjes open. Dat er nog gewoon goed lucht bij kan komen. En dan hoop ik dat dat dus zo goed gaat.
Heb jij zelf ook de Dianthus duizend schoon in je tuin? Of ken je iemand die dus de Dianthus duizend schoon in de tuin heeft? En willen jullie dus de zaadpakketten gaan gebruiken, omdat jullie samen gaan oogsten en de zaden voor volgend jaar willen bewaren? Nou, je kan dus mijn ontwerpjes ook gebruiken. Op mijn website www.ontdekmijntuin.nl heb ik dus mijn ontwerp geplaatst. Ik heb mijn ontwerp als PDF geplaatst, zodat je het kan printen. Je kan het dan knippen, vouwen, zelf inkleuren. Al heb ik dus een zwart-wit versie van. Je kan het ook als schabloon gebruiken om dan de onderdelen, net zoals ik hier heb, allemaal te knippen met kleur en dan te plakken. Alleen ik heb het gedaan met een snijmachine. Ik heb ook PNG-plaatjes geplaatst. Heb jij zelf ook een snijmachine? Dan kan je dus de plaatjes downloaden en gebruiken voor je eigen snijmachine. En dan kan je zelf ook je eigen zaadpakketjes maken. Op dit moment ben ik ook viooltjes in mijn tuin aan het oogsten. Dus binnenkort zal ik ook zaadpakketjes ontwerpen voor mijn viooltjes. Op mijn website staan ook al zaadpakketjes die ik verleden jaar had ontworpen. Voor de petunia's had ik ook hele leuke, schattige gemaakt. En bieslook. Nou, bieslook heb je laatst ook kunnen oogsten, want die waren dus ook al uitgebloeid. Nou, de lage Afrikaantjes. Wat later in het seizoen ga ik ook beginnen met mijn lage Afrikaantjes te oogsten en de zaden dan te bewaren. En daar heb ik dus ook al een pakketje van voor gemaakt. Nou, wat ga ik dus nu doen? Ik ga dus maar weer opnieuw alle zaad verzamelen. Zodat ik weer verse zaad heb. Ja, en dit, hier kan ik dus niet meer op vertrouwen, jammer genoeg. Ik ga dus weer alle zaad verzamelen en ik ga ze dus in de pakketjes bewaren. Het is nu ook de tijd om dus weer opnieuw te beginnen te zaaien voor volgend jaar. Dus ik zal een aantal zal ik opnieuw zaaien voor volgend jaar. En ik heb nog mijn originele pakket. Dat heb ik toen bij Lidl gekocht. En daar zat het dus op van die zaadpapiertjes, waarbij ze al dus mooi op afstand geplaatst zijn. Dus daar ga ik ook weer wat van gebruiken. Want er zijn verschillende kleuren. Het is een mix. Je weet dus niet welke kleuren je krijgt. Nou, dit waren dus de kleuren die ik dit jaar heb gekregen. En ik hoop dus door de mix nogmaals te gebruiken dat ik misschien volgend jaar ook een van de andere kleuren krijg. Ik hoop dat je deze aflevering handig vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.